Oké, vandaag gaan we dieper in de wereld van daygame. De onderwerpen die we gaan behandelen zijn: wat wordt bedoeld met daygame? Waarom daygame? En de verschillen tussen nightgame en daygame. Oké? Dus daygame verwijst in feite naar het flirten met meisjes buiten de typische bar- of clubomgeving. Oké, dit kan winkelcentra zijn, coffeeshops, op straat, maar de zon hoeft niet per se te schijnen. Dus bijvoorbeeld, je kunt naar het winkelcentrum of de supermarkt gaan, 's avonds wanneer de zon onder is. Maar het wordt toch beschouwd als daygame. De reden hiervoor is dat er belangrijke verschillen zijn tussen traditionele nightgame in bars en clubs en daygame. Allereerst, waarom zou je daygame moeten doen? Nou, er is een bepaald soort hoogwaardig meisje dat niet zo vaak naar bars of clubs gaat. Veel meisjes die ambitieus zijn en iets met hun leven doen, zijn niet constant onder invloed en willen niet per se in bars en clubs zijn, oké? Dus er zal een bepaald type meisje zijn dat je gaat ontmoeten zoals ik heb ontmoet, weet je? Verschillende meisjes die bijvoorbeeld aan persoonlijke training doen of meisjes die echt van de sportschool houden. Dit zijn soorten meisjes die je overdag gaat ontmoeten, niet in clubs, oké? Ook is het niveau voor het behalen van een redelijk resultaat overdag niet zo hoog. Dus zelfs beginners kunnen er echt goed in zijn. Een andere leuke eigenschap is dat je het op elk moment tijdens al je dagelijkse activiteiten kunt toepassen. Oké, denk nu eens aan de afgelopen week, toch? Je hebt waarschijnlijk overal aantrekkelijke meisjes gezien. Als je naar de supermarkt gaat, als je naar de sportschool gaat, als je naar je werk gaat. Oké, je zult deze meisjes overal tegenkomen. Dus wanneer je overdag rondloopt, kom je voortdurend aantrekkelijke meisjes tegen op een organische, authentieke wijze, oké? Daygame stelt je in staat om jouw social skills aan te leren, omdat je interacties kan hebben met verschillende type vrouwen waarmee je casual gesprekken voert. Tevens kan nightgame ook duur zijn met toegangsprijzen, zoals veel clubs ontregeld vragen. Taxiritten kosten geld. Wanneer je daygame doet, is er eigenlijk geen kostenpost. Ook is er niet al het lawaai van een club. Dus daygame is een goed alternatief. Of je kunt beide doen, maar het opent ook een heleboel andere mogelijkheden. En het geeft je dus ook toegang tot type vrouwen. Specifiek de soorten vrouwen die niet naar bars en clubs gaan. Dus enkele verschillen tussen night en daygame. Bij daygame zal het meisje meestal, zoals ik eerder al zei, alleen zijn. Of in ieder geval zal ze met veel minder mensen zijn dan in een nachtelijke situatie. Ook zal er heel weinig fysiek contact zijn of helemaal geen fysiek contact. Het is gewoon ongepast overdag. Oké, dus in plaats daarvan ga je proberen haar mee te nemen op een instant date. Oké, dus je gaat haar vragen om koffie te gaan drinken of om iets te eten. Oké, en je moet weten waar de dichtstbijzijnde plekken zijn waar je haar mee naartoe kunt nemen. En je gaat dit doen als het meisje niet druk is. Oké, dus je gaat logistieke vragen stellen, erachter komen of ze beschikbaar is om koffie te gaan drinken. En als het meisje toevallig bezig is of niet wil gaan, op die date, op die instant date, dan ga je pas voor het nummer. Dus, om samen te vatten, hebben we besproken waar verwijst daygame naar, waarom daygame en de belangrijkste verschillen tussen nightgame en daygame. Ik zie jullie in de volgende video.